we hebben mooi voetbal laten zien. Ook al kom je niet veel aan het voetballen met zo'n toernooi. Maar we zijn zeker trots op ons team. Ja. Ja. De jongens moeten zelf met oplossingen komen, zodat ze ook veel van leren van dit toernooi. En dat is vooral de insteek. En ja, het is gewoon wachten op een kansje en die komt er altijd wel. Ja, het is natuurlijk geweldig om tegen de jongens te voetballen. Je voetbalt zelf dan een hoofdklasse en die jongens, ja, die kunnen gewoon zien dat die jongens super goed kunnen voetballen. En dat er een heleboel jongens tussen zitten die potentie hebben om later in de profvoetbal te kunnen voetballen. Dus ja, het is gewoon, je leert een heleboel van en het is gewoon leuk om tegen zulke jongens te voetballen. Nou, vandaag ging het slecht, maar de afgelopen dagen hebben we wel weerstand kunnen bieden, maar vandaag was het op. Hij tegen PSV speelde, na 10 minuten was je al helemaal op eigenlijk. Die jongens zijn zo snel, die kun je eigenlijk niks tegen doen. Tegen PSV hebben we ook veel complimenten gekregen van de toeschouwers, dat we goed weerstand hadden getoond. En, ja, gisteren tegen Japan ook prima wedstrijd gespeeld, had meer ingezeten. Nou, vandaag was het niet zo, vandaag was het niet zo goed. Ja, de jongens zijn allemaal tandjes sneller. Qua handeling snel, allemaal veel sneller dan ons. Dus ja, daar leer je wel weer van. Van jezelf word je er ook wel sterker van. Ja, het is een hele ervaring, allemaal, gaat allemaal professioneel. En alle spullen, alles wordt geregeld. Dus ja, het is echt mooi om mee te maken. Wil je laten zien, je wil je best doen en dan als er een keer een kansje komt en die maak je, nou, dan is het heel mooi. Maar ik heb toen ook heel veel geleerd daarvan en het is leuk om mee te doen. Ja. En dus herkenning dus zeker. Ja. En dat is ook een mooie druk voor de jongens om zich te laten zien. Ook al is het moeilijk om met zo'n toernooi, met zo'n team, wat je kent elkaar niet heel goed, dan mag je ook nogmaals trots op je team zijn. Ja.